Al meerdere Marcel Kool zit in Griekenland. Naar het zich nu laat aanzien is dat tijdelijk, want hij komt terug naar Nederland. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eerst het weerbericht maar even. Marcel, het is hier 9 graden. Hoe warm is het bij jou? Het is hier rond de 30 graden. De zon schijnt natuurlijk. En wolkje aan de lucht. Dankjewel, Marcel. Zo. Marcel. Waarom zou je teruggaan? Ja. Ja, dit is een vraag die ik me de afgelopen maanden natuurlijk ook gesteld heb. Ja, ik mis ook mijn eigen werk wel. En ik werk nu voor een autoverhuur. Dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment, toen kreeg ik een aanbod. Ik denk, nou, zou ik het doen of niet doen? Veel overlegd en besloten. Ik ga in ieder geval voor 7 maanden terug. Wat ga je weer doen dan? Ik ga bij NEP werken. Dat is het vroegere NLB. En vanuit daar ga ik als projectleider schakeltechnicus aan de gang. Dus ik pak mijn oude weer op. Ja, dan zit je weer in de televisiebusiness. Weet je al voor welke programma's je gaat werken? Oh jee. Komt de vliegtuig langs bij jou. Ja, dat is ook wat. Dan stel ik mijn vraag gewoon opnieuw. Dan zit je weer in de televisiebusiness. Weet je ook welke televisieprogramma's je gaat maken? Als ik het goed begrepen heb, maar ja, het is een beetje, ik merk je wel, Vandaag Inside met Johan Derksen. En je hebt het over 7 maanden dat je in ieder geval dat gaat doen. Als er weer een rel is rond Johan Derksen, zit je misschien binnen 7 weken weer terug in Griekenland. Ik weet niet of jullie het gisteravond gekeken hebben, maar kijk dat het wel. En daar ging het inderdaad al over. Mm-hmm. Misschien wel een relletje met Thierry Baudet, als ik het mag geloven gisteren. Oh, die heeft maar meer mensen een relletje, ja, dus dat kan er nog wel bij. Dat is wekelijks zo'n beetje. Ja. Hij maakt een slip of the tongue, hè? Elimineren in plaats van... wat was nou het andere woord? Ja, in ieder geval, hij bedoelde dat hij gewoon uit de politiek moet. Oh, juist. Dat zei je, dat zeg ik. Ja, juist. Nou, leuke nieuwe uitdaging voor je dus. Maar dat betekent dan dat je ook weer in Almere gaat wonen, of dat niet? Ja, ik heb altijd mijn huis natuurlijk aangehouden. Ik woon in principe ook gewoon in Almere. Maar ik ga weer terug naar mijn eigen huis. Hm? En het zal wel even wennen zijn weer in de regen en in de winter die eraan komt. Ja, daarom. En heb je nou daar ook een regionale omroep gevonden die hebben de rubriek Grieken in het buitenland? Dat niet. Dus. Ja, wie weet mag ik hier wel terugkomen. Er is hier wel een lokaal radiostation. Daar ben ik wel eens bezig kijken. Ja. En die zijn ook met die droomcameraatjes bezig. Wel leuk om te zien, maar het is heel anders dan de mooie studio die jullie bijvoorbeeld hebben. Daar kunnen ze niet aan. Nee, precies. Hey, wanneer stap je op het vliegtuig? 25 oktober. Okay. Maar tot die tijd ga ik nog wel genieten hoor. Ja, zeker doen. Zijn bij 25 oktober, is dat 's ochtends ergens tussen 9 en half 10? Volgens mij wel, ja. Oké, nou neem je camera mee. Ben je uitgenodigd? Ja, dat is goed. Gaan we vanaf de live vanaf de airport. Is goed. Goed zo. Nou, geniet nog van je laatste weken daar, Marcel. Komt helemaal goed. Goed zo. Uitzien, ja, dankjewel. Hoi.